dan naar de Waddeneilanden? Want daar speelt een hele andere discussie. Want de Waddeneilanden zijn, als het goed is, nog coronavrij. Oh. En maar hoe lang nog? Dat is natuurlijk de vraag. En ze zitten daar in het spagaat. Aan de ene kant willen ze natuurlijk wel toeristen en mensen die kant op. Aan de andere kant is de zorg op een eiland ook een stuk beperkter. Nou, de lokale partij Samen Ter Schelling wil een extra raadsvergadering om een stop op toeristen te krijgen. Dit plan is om de piek op te vangen. Hè, want er komt de piek hier op ons af. En het doel is om de piek af te schalen. Dat dat minder wordt. We wonen hier al in een bijzonder gebied. Het is al, het eiland ligt al helemaal geïsoleerd. Maar als wij middelen tot onze beschikking hebben om het eiland vrij te houden, dan vind ik wij moeten dat met man en macht inzetten om de veiligheid voor de mensen en vooral voor de ouderen voor ons onder ons veilig te stellen. Bij zo'n geval denkt u dan niet, ja, dan is die vrije keuze van je kunt nog gaan en staan waar je wil misschien toch niet helemaal de juiste keuze? Nee, maar ik begrijp ook wel dat ze voor de Waddeneilanden, en het geldt ook voor de eilanden in Caribisch Nederland, nadenkt, moet je daar ietsje verder gaan dan in de rest van Nederland. Eilanden liggen geïsoleerder, hebben minder gezondheidszorg natuurlijk op het eiland zelf ter beschikking. Ook dat nog, dus dat je daar echt maatwerk voor zorgt op die eilanden, die vraag vanuit Ter Schelling, die begrijp ik. Dus dat is misschien ook een goed punt om vandaag met het kabinet te bespreken. Ja, en dan zou ook vanuit de gemeente dat moeten worden besloten, van we sluiten het af, of kan het Rijk dat beslissen? Nou, ik begreep dat ook het eiland Tessel al een overleg is. Dus dat is volgens mij een gezamenlijk besluit dat je zou moeten nemen vanuit de eilanden met het kabinet en de veiligheidsregio's.